handen. En daarvan Polen een pak slaag kregen. En datzelfde gebeurde eigenlijk al eerder in de week door Duitsland. Maar nu is het aan de dames van Turkije om dat Olympisch ticket te pakken. Het zou bijzonder verrassend zijn. Hier de eerste technical time-out. Waarbij Duitsland in het voordeel is. Duitsland wat zo prachtig gewonnen heeft van Italië in die halve finale. Gewonnen van Italië. Die o zo belangrijke wedstrijd voor het Nederlands volleybal. Waarin Italië had moeten winnen, had Nederland nog een kansje gehad op een nieuw Olympisch verhaal. Dat mocht allemaal niet baten. Italië had twee matchpoints, 14-12. En vervolgens lieten ze het liggen. En kon Duitsland er vandoor gaan met de winst. Neslihan, de ster aan Turkse kant. Samen met Natalia. Kijk, daar is ze weer. Nu wel geblokkeerd. En dat is wat er gisteren niet gebeurde bij de Polen. Daar sloeg ze het hele Poolse team aan barrels. Deze Neslihan, de diagonaal van Turkije. Hij moet zeggen dat Bahar de spelverdeelster van Turkije in bloedvorm was. Buaga. Hier, Ezra laat die bal wel binnen. Verdedigd door Buaga, niet voldoende. En het gaat er natuurlijk maar om, zoals wij gisteren zeiden. Drie wedstrijden van de Duitsers. 3-2 gewonnen. Gestolen bal, Tanja Hart. Ja, ja, ze rijdt over het net. En speelt dus de bal aan de kant van de Turken. En dat mag met volleybal niet. Je mag de bal alleen maar aan je eigen kant spelen. Behalve als er een aanval uitgevoerd wordt. Dan mag je die blokkeren op de kant van de tegenstander. ...10-7, de goede voorsprong voor de Duitsers die daarmee aangeven dat ze de Turken goed kennen. Hier dan met Grün, niet voldoende in de blokkering. Maar zoals gezegd, Polen wist gisteren ook de eerste set te winnen van de Turken. Maar daarna kwamen ze los. Twee fouten nu achter elkaar. 10-9 en gelijk een time-out van Han Liman voor het Turkse damesteam. Het zou bijzonder verrassend zijn wanneer de Turkse dames hier het Olympische ticket zouden bemachtigen. Wij waren hier natuurlijk vandaag al aanwezig om de herenfinale te verslaan voor u om 3:30. Hopen wij daar live getuige van te zijn. En dat gaat ook lukken, denk ik. Met die prachtige wedstrijd Nederland tegen Rusland. De beide teams zo fantastisch door de pool gekomen in de halve finales. Geen set afgestaan. Dus dat wordt een clash van de bovenste plank. Net als deze wedstrijd, de emoties zullen hoog oplaaien. De Turken tegen de Duitsers. Hier met Angelina Grün. Nu wel met een volle bak touché. Terwijl de coach van de Turken dat niet waar wil hebben. Maar daar moet hij mee uitkijken. Want op het moment dat hij te veel ageert, zal de scheidsrechter hem belonen. Met een gele kaart en dat betekent gelijk puntverlies of service over. Die bal is uit. Dat betekent dat de Duitsers weer een puntje erbij sprokkelen. 12-9 voorsprong. En natuurlijk ook hier weer aanwezig John Stubbe voor alle achtergrondinformatie en tactische spelverdeling kennis. John, spannende wedstrijd. We zijn heel benieuwd wat deze finale gaat worden. Ja, excuses voor het wat later instarten natuurlijk. In verband met het live gebeuren. Zo plotseling ook op ons dak gevallen. Maar met veel plezier
Ja, je zei het al, Turkije mocht die aanspraak maken op dat ene ticket. Dat zou uniek zijn. Maar sowieso vind ik beide finalisten hier grote kanshebbers. We hebben gisteren Turkije in absolute bloedvorm gezien door deze speelster, Neslihan. En in mijn ogen in ieder geval in combinatie met haar fantastische spelverdeelster Bahar. Angst was natuurlijk inderdaad de Duitse benen. Het vermoeide gevoel met alweer een 3-2. Maar het ziet er vooralsnog goed en verzorgd uit. Een bijzonder groot verschil met gisteren is dat de dames vanuit Polen de bal niet meer aan het net wisten te krijgen in de passing. En de Duitsers dat nu volledig wel doen. En het blijft dus een kwestie van pasen en serveren in het damesvolleybal. Hier de Turken met de problemen. En dat betekent een goede kans. Moet hij achterover? Nee, eerste tempo met Raadselwijd. Net fout, zonde. Jammer voor de rally. Goed voor de Turken. Die het predicaat klein landje in volleyballand al lang van zich afgespeeld hebben. Tweede op het EK. En dan nu weer in een Europees Olympisch kwalificatietoernooi in de finale. Ja, je kunt niet meer spreken over een toevalstreffer. In eigen land kun je nog een keer gekker presteren dan dat je normaal gesproken zou doen. Maar wat zagen we gisteren? Een zeer gedegelijk Turks team met eigenlijk op alle plekken een goede speelster. Wat laten we ook niet vergeten. Een Özlem en een Aysun, met name Aysun, de achterombal, alleen maar gescoord. Dus het team lijkt compleet. De vraag is natuurlijk als er eens eentje minder zou spelen aan de Turkse kant. Wie gaat het dan opvangen? En is die dan wel goed genoeg om het vol te houden? Prachtige rally weer hier. Daar de ervaring van Kulakova, even springen naar de bal. Waardoor de bal wat onprettig uit het net valt. En zo blijft het voorsprongetje 3 punten. En zoals natuurlijk al vaker geconstateerd, die Turkse competitie, die eigenlijk bijzonder sterk is, waar veel kapitaal in omgaat. De dames hebben allemaal een full-prof bestaan. En daarom is nu ook dit Turkse team zo goed. Er is geen Turkse speelster die in Italië speelt, of Frankrijk, of welk land dan ook waar geld te verdienen valt. Bijvoorbeeld Japan. Ze spelen allemaal in Turkije. En dat betekent dus inderdaad dat die Turkse competitie een behoorlijk niveau heeft. En dat het een kwestie van wachten is en maar weer bewijst dat je nationale competitie in orde moet zijn. Wil je een goed nationaal team op kunnen bouwen. Ja, we hebben het gezien bij een aantal andere teams die in dit Olympische jaar ervoor gezorgd hebben dat alle speelsters in één team vertegenwoordigd zijn. Ja, of dat dan de juiste vorm is, dat weet ik niet. Daarmee zal de competitie een soort Mickey Mouse competitie worden. Voor trainen is dat natuurlijk fantastisch. Bij de Turken is dat in ieder geval niet zo. Spelen niet allemaal voor dezelfde club. Maar ja, je vraagt je inderdaad af, zo'n Neslihan, die zo uniek is qua kwaliteit voor het Turkse team, hoe lang kan die nog behouden worden voor het Turkse volleybal? De Turkse investeerders kennende en kijkend welke bedragen er betaald worden in Turkije, gaat dat nog lang duren. Want zeker te weten is dat zo'n Neslihan ook in haar eigen Turkse club een kijkt. Dus wat een verwoestende surf. En dit zijn echt geen gelukstreffers. Dit doet ze keer op keer. Elke wedstrijd weer. Ja, ik zal het misschien ook niet een financieel verhaal zijn. Ze staan met z'n vieren te pasen. En nog weet ze gevaar te stichten. Het zal eerder iets te maken hebben eventueel. Hier weer die omloopbal. Zo effectief. Ja, en snel in een time-out gevlucht aan de kant van de Duitsers. Nee, het zal alles te maken hebben met Neslihan. Eventueel alleen maar met het sportieve. En zeker niet met het financiële.
Dat zal meer dan in orde zijn. En zeker ook weer na zo'n toernooi. Ik denk dat het absolute heldin in zijn eigen land. Deze Neslihan. Samen met Natalia Hanikoglu. Ja, twee volleybalfinales live op Eurosport. We hadden het even niet verwacht. We zouden eerst even kijken naar de mannenfinale, alleen live. Maar dan nu ook heerlijk volleybal bij de vrouwen op het hoogste Europese niveau. Ja, voor hoe lang exact is een beetje afwachten. De regie gaat ons blijven vertellen of we deze wedstrijd live blijven volgen. Of dat we er eventueel over een kwartiertje weer uit zouden gaan. Voor het schanspringen. Wij houden u in ieder geval daar van op de hoogte. We genieten op dit moment hoe Turkije helemaal terug is in de wedstrijd. Ja, en onder aanvoering van wie anders dan deze prachtige linkshandige Neslihan. En zo moet het zijn. De Duitsers kiezen voor zekerheid en dan moet de bal naar Grün, waar ze ook staat. En heerlijk de emotie op de tribunes. Mocht u het nog niet weten, u ziet allerlei Turkse vlaggen, maar we zijn in Azerbeidzjan. Daar wordt het Olympisch kwalificatietoernooi gespeeld. Prachtige surf, Buaga. Weer Neslihan gezocht, rustig ingebracht. Waar wordt hij uitgespeeld? Achterover, Sylvester, vierde blokkering. Oh, fantastisch, Ezra. Voorlangs, ze is niet zo heel groot. Maar heeft ook een hele bewegelijke schouder. En kan zowel mooi rechtdoor als wel mooi diagonaal slaan. Eigenlijk een must voor elke volleybalster. Kijk, prachtig gedaan. Grün diagonaal inlopen en dan uit de schouder naar de rechtdoor. Op de kleinere blokkeerder, Bahar. Duitsland in ieder geval heel anders uit de startblokken dan gisteren. Toen was het allemaal bedroevend wat er de eerste twee sets uitkwam. Traag. Maar nu lijkt het in ieder geval in orde en speelt het eigenlijk gewoon prima. Net zoals de tegenpartij, de Turkse dames. Ja, en als die inderdaad met het ticket naar huis gaan, dan gebeurt er iets in eigen land. Mooie bal, Ratsuwait heeft het succes. Ja, ja. De wissel. Fürst in de blokkering naast Sylvester. En dan Dümmler aan de service. Die serveert van positie 5 naar positie 5. Dat is linksachter naar linksachter. En daar heeft de libero van Turkije veel problemen mee. Nu die korte bal op. Natalia kan niks meer. Moet een tipbal komen. Oh, 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 oh. Ja. En hij heeft echt in het vorige beeld Sylvester aangewezen waar de bal kwam. Hij heeft Sylvester erop gewezen. De volgende bal is een tipbal. Let op, hij komt kort. Dat is jouw bal. Ik dacht namelijk even dat hij Sylvester naar rechts stuurde, maar die is achterspeelster. Dus de tipbal werd aangegeven door Lee. En toch niet verdedigd. Oei, oei. De Turken met een eenvoudige foutsurf. Van ons zou toch doorgaans heel goed spelen naar Yunsun. Twee man buitenkant. Ja, oeh, Natalia. Belangrijk moment. Inderdaad. Time-out. Turkse kant. Ze worden volleyballend nu een beetje kapot gespeeld. Waar gisteren alles lukte. Dus inderdaad was Han Li Wan, de tactische man aan de Duitse kant, die afwisselt, die een keer een korte serve geeft. Die ervoor zorgt dat de voorspeelster niet meer volledig kan aanlopen en daardoor in problemen komt. En dat was wat de Polen gisteren helemaal vergaten. Die bleven lange halen snel thuis. Nu een balletje op de middenvrouw, dan naar de buitenkant, dan komt Ratsuwait en die zet hem helemaal dicht. Blokkerend sterk nu in deze wedstrijd. Waar ze gisteren werd gewisseld voor Beneke.
omdat ze het aanvallend niet meer trok. Misschien iets te veel geweest, die 3-3-2 wedstrijdjes voor deze Raadse White. En dan is toch meer de brede selectie van de Duitsers die het weet op te lossen voor deze Han Liwan. Turken hebben dat niet. Hebben ongeveer 7,5 speelsters die echt inzetbaar zijn. De rest moet toekijken. In de rally gehouden, kans weer. Oh, die bal buiten geslagen. En daar roept iedereen op de tribune natuurlijk dat het een toucheetje is. Nou, die wens is groot, maar de realiteit anders. Beneke ingebracht. Blokversterking. En zo is inderdaad Lee die tactisch alles weer gebruikt. Voor het goede eindresultaat. Gruen met die gevaarlijke serve op 22-20. Eerste set, finale Olympisch kwalificatietoernooi. De winnaar van deze wedstrijd gaat door naar de Olympische Spelen in Athene. Ja, ja. Mooie service, bal valt. Oh, wat een fout van Gulden hier. Die bal natuurlijk gewoon over had moeten nemen. Nog twee puntjes voor de Duitsers. Ze hebben de eerste set binnen. Maar nogmaals, de Polen wonnen gisteren ook de eerste set van deze Turken. Raadswaard en Beneke. Niet voldoende voor Natalia op rechtsvoor. Setpoint, Duitsland. Sylvester, die gisteren in die halffinale tegen Italië anderhalve set tot bijna twee sets lang niet aanwezig is geweest. Wel meedeed, maar in principe alleen maar in de weg stond. Die nu in deze eerste set een stuk beter voor de dag komt dan gisteren tegen de Italianen. Vlootje Raadswaard. Paas perfect. Ja, Aysun Özlem natuurlijk. Aysun komt er nu weer in op links voor. Özlem pakt de bal hoog. Perlin ingebracht voor de service. Ja, dat zal waarschijnlijk toch risicovol gebeuren. Prachtige bal door Sylvester. Prima setup. Gekozen voor het tipballetje. Eerste set dus voor Duitsland. 1 tegen 0. De grote finale dus in Azerbeidzjan. Je zou aan het volume van het publiek bijna denken dat Azerbeidzjan zelf in de finale staat. Niets is minder waar. Het zijn de Turkse dames die het opnemen tegen deze dame en haar team, Angelina Grün. De Duitsers waren de eerste set succesvol. 1 tegen 0 dus in het voordeel van de Duitse dames. Die een stuk beter starten dan in die halve finale die gisteren werd gespeeld. En wat waren we onder de indruk gisteren van die Turkse dames tegen Polen. En die startten de wedstrijd eigenlijk pas in set 2. En daarmee is Duitsland natuurlijk inderdaad gewaarschuwd.
Dat allemaal voornamelijk door deze Neslihan, nummer 17 aan Turkse kant. Ontzettend op dreef al, eigenlijk het hele toernooi. Met haar 20 jaar. Dus dat kan nog een hele grote blijven. Daarmee ook gelijk bijna voorspeld dat Turkije nog lang mee zal doen in de Europese top. Want de meeste speelsters zijn behoorlijk jong. Is de bal uit. Wat zegt de scheidsrechter? Touché. Dat moet dan op aanwijzing zijn van de tweede scheidsrechter. Want vanaf de bok, dat is de verhogingje waar de scheidsrechter op staat, kun je dat niet zien. Twee keer gespeeld door Neslihan. Gebeurt haar wel vaker over het. Nou zou het niet zo moeten zijn dat zij de bal overneemt, maar nou, het zou voor de Turk in ieder geval heel zuur zijn als ze weer in een finale op een belangrijk toernooi niet door weet te zetten dat de road to the final zo goed gaat. En dat alles kan, alles mag. Maar dan in zo'n finale is toch een heel ander sentiment. Op het Europees kampioenschap was het eigenlijk dat ze te hard gejuicht hadden. Gisteren zich iets ingehouden hebben, maar ze staan nu wel weer achter. Natuurlijk Raadsewaait, die met haar 1,93 bijna rechtstreeks naar beneden kan serveren. De Duitsers hebben het, lijken het in ieder geval goed onder controle te hebben. Ja, er blijft altijd één nadeel aan het spelen van de finale. Dat je vaak een tegenstander hebt die ook heel graag wil winnen. En zo was het dus inderdaad Polen. Die zich uiteindelijk Europees kampioen mocht noemen. En dat werd allemaal gespeeld in Turkije. Hoewel het hier ook wel bijna een thuiswedstrijd lijkt, is het toch anders. Maar wat voor Nederland geldt, geldt ook voor Polen. Polen krijgt geen extra kans. Er mogen maar twee Europese teams naar Japan. En dat gaat volgens de wereldranglijst. En volgens die wereldranglijst zijn dat dus Italië en Rusland. En dat geldt dus ook voor Duitsland. Wanneer Duitsland hier het Olympisch ticket niet pakt, dan krijgen ze niet opnieuw een kans. Dan is ook Duitsland uitgeschakeld voor de Olympische Spelen. Nou, des te zwaarder is deze wedstrijd natuurlijk beladen. Italië of Rusland hadden hier dus nog een herkansing kunnen verdienen. Als ze het niet hadden gehaald. Die hebben ze nu, want ze staan niet in die finale. Dat is het grote nadeel voor Nederland, maar niet dus alleen voor Nederland. Nog voor veel meer teams die op dit moment een veel hoger basisniveau neerzetten dan onze Nederlandse dames. Bijvoorbeeld Polen. Ook Polen krijgt niet opnieuw een kans. Ze hebben dus gisteren in die beladen wedstrijd tegen Turkije alle kansen verspeeld op een Olympisch ticket. Nou weten we het natuurlijk nooit helemaal zeker. Er zijn altijd van die momenten dat bepaalde teams onder welke voorwaarden dan ook nog een herkansing krijgen. Omdat er weer een team zich terugtrekt. En of dan wel of niet dit toernooi weer meetelt in de telling. Ja, het is zeker zo dat mocht een van de teams die we net opgenoemd hebben wel een kans krijgen. Dan is dat absoluut aan de politiek. Aan de invloed die de bestuurders van de betreffende bonden, betreffende landen, hebben in de Wereldbond. En daar kunnen we rustig zeggen dat er zeker ook de invloed van de commercie een rol gaat spelen. Buaga. Met die service, harde service op Natalia die niet lekker staat te pasen. En zeker minder niveau heeft dan gisteren. Maar dat is toch denk ik zeker te wijten aan het betere spel van de Duitsers. Die met hun service de Turkse dames zo onder druk zetten dat ze van deze ballen het moeten hebben.
Ja, en het blijft een gouden regel in het volleybal. Wanneer je niet echt lekker eerst tempo kunt spelen en de bal komt van achter, dan heb je weinig kans om te scoren en kun je hem eigenlijk alleen maar inbrengen en hopen dat je het in de rally opnieuw kunt doen. Damesvolleybal, waarbij we kunnen constateren dat 65% van de aanvallen in de rally komen. Dat wil zeggen, 65% van alle ballen worden niet direct gescoord. In tegenstelling tot het mannenvolleybal. Er zijn van die gouden regels in het volleybal die voor het damesvolleybal niet tellen. Bijvoorbeeld dat bij mannen wordt er dan verteld op een eenmansblok. Dus als de spelverdeler... Maar nog niet genomineerd voor de Olympische Spelen, dat zal ook wel heel moeilijk worden. Want hij moet bij de top 12 komen, dan ook nog bij de eerste 8. En voorlopig is hij tweede reserve voor dat toernooi. Hij heeft de eerste en de tweede game gewonnen, de derde met 8-11 verloren. En nu zijn we in de vierde game. Kijk naar Pieke Fransen, zijn coach. En hij speelt geweldig gedreven. Kane, wat we hem in eerdere interlands niet zagen doen, doet hij vandaag wel. Vechten voor ieder punt. Zorgen dat hij kort aan de tafel zit. En kijk eens, dan worden de fouten gemaakt door Kuzmin. Hoog tempo. En daar is de wedstrijd. Verrassende opening tegen de Russen die tweemaal met 3-0 van Engeland en Duitsland hadden gewonnen. Dan Danny Heister, 43 van de wereld, tegen Alexei Smirnov. Een voortreffelijke tafeltennisser. 16 dus op de wereldranglijst. Maar hij heeft het moeilijk tegen een gedreven Heister. Want ook Heister steekt in beste vorm. En dat moet ook, want hij moet vormbehoud tonen voor de Olympische Spelen. Dat zou hij bijvoorbeeld volgende week kunnen doen op het toernooi in Kroatië. 32 jaar... die Heister. En nu kijkt naar Igor Potnoshov, de coach van de Russen. En kijk eens, daar haalt hij een heel belangrijk punt, Danny Heister. Het is inmiddels 2-2 in games en dus moet deze laatste game de beslissing brengen. 9-5 in het voordeel van Heister, maar hier geeft hij een punt weg aan Smirnov. Speelde eerder tegen elkaar. En dan heeft hij geluk, dat was op de EK in Zagreb, dat hij hier de zijkant van de tafel pakt en daarmee op game en matchpoint komt. En hij heeft er niet één, hij heeft er zelfs vier. En kijk eens hoe die vecht. Heister is terug aan het front. 11-6 in de vijfde game en dus 2-0 voor Nederland. De derde partij van Weijers en Masunov wordt 3-0 voor de Rus. En dus kan Trinko Kane in de vierde partij mogelijk de wedstrijd naar zich toe halen. Het wordt 2-2 in games en we zijn in de laatste game bij een stand 9-7 en nu 10-7 in het voordeel van Kane. Kane die ook laat zien dat hij erbij wil zijn. Pakt de zijkant van de tafel, wint de wedstrijd en dus wint Nederland met 3-1 van Rusland. Een geweldige prestatie. De nu al legendarische Amerikaan. Die kan gaan bouwen. Via Christina. De goede redding is dan van Nesselande. Van der Wel. En een goed blok van Christian van der Wel. En zo wordt het 30-30 in een zinderende tweede set. Service is van Marco Klok. Bij het Nederlands team mag hij niet serveren. Is hij libero. Hier is hij Pasen loper. En zo komt zijn ploeg op 31-30. En dus setpoint. Voor de eerste keer in deze tweede set. Alle andere setpoints waren voor Omniworld. Opnieuw Klok. Weer een goede opslag. Tommel. En dan wordt het 32-30 in de tweede set. 1-1 in de sets. Daarna wint Omniworld de derde en vierde set met 25-20 en 25-21. En dus 3-1 de wedstrijd. Nesselande is nu de nieuwe koploper. Het heeft 1 punt voorsprong op Omniworld. Gaan verder met tennis. Ziek, zwak en mis. En ze komt weer wat terug in de wedstrijd, deze Natalia. Ja, het blijft natuurlijk close. Zo'n finale, het is niet zomaar uitlopen.
En het is zeker nooit opgeven voor beide teams. In verband met die eerder genoemde enige en laatste kans voor beide teams om de Olympische Spelen te halen. Natalia herstelt in ieder geval, dat is duidelijk. Gezocht naar Gruen. Mooi, want de sedup van Hart is eigenlijk te ver uit het net. Maar ook zij is erg handig met de bal. 11-9, nog steeds de voorsprong voor de Duitsers. Natalia, achterover, krijgt hem weer terug. 3 uit 3, drie keer aangespeeld nu, terwijl ze voorspeelster is. En drie keer gescoord. Dat heeft altijd invloed op je service. Je voelt je dan lekker. Voelt je in de wedstrijd, want jij scoort. Het heeft een moeilijke float. Ai. Niet verwacht. Hier vielen alle theorieën. Alle theorieën vielen in het water. Net achter de achterlijn. Dus ook Raatsuwait met de foute service. Gruen en Buaga in beeld. Aan het organiseren wie waar paast. Prachtige bal. Beneke zeer hoog scoringspercentage bij dit team. Alleen blokkerend is het allemaal nog niet zo sterk. Oh, mooie bal via de armen buiten geslagen. Typisch Buaga balletje zouden we bijna zeggen. Hoewel ik er een beetje van schrok dat ze diagonaal sloeg. Ja, ik denk ook. Dat gaat in één keer diagonaal. Dat is knap van haar. 14-11 hoor. Het wordt gevaarlijk voor de Turken. Er moet wat gebeuren. Ezra. Die heb ik nog nooit rechtdoor zien slaan, geloof ik. Die gaat altijd naar de diagonaal. En zeer effectief ook hoor. Want nu natuurlijk dan. Is veel van de aandacht op haar gevestigd. Maar vergeet de rest van het team zeker niet. En? Oh, net buiten de lijnen. Terwijl dat toch wel de punten zijn die ze nodig hebben. Turkije, die services van Neslihan. Ja, een Tsjechelij. De juiste keuze gemaakt. Heel belangrijk. Ja, kijk hoe ze onder druk staan. Direct punt, Buaga. Ze vieren op de voorspeelster. Met veel druk. Nee, de Turken hebben problemen momenteel. Weer een finale. Ja, dat is dat gevoel je dan maar niet bekruipt, hè. Dus kijk, het zal toch niet weer zo ja, zijn. Ja, het herinneren aan de vorige finale. En dan eigenlijk is deze finale nog veel erger voor de toekomst van je volleybal. Europees kampioen worden is leuk. En het is natuurlijk ook een hele speciale kwaliteit om finales te kunnen winnen. Dan moet er een gevoel over je komen dat je hetzelfde niveau kunt halen als die halve finale. Die halve finale tegen Polen was alles mocht, alles kon. Geen druk, Polen sterker. En dan gaat er zo'n nacht overheen waarbij je realiseert, oh, we hebben kansen. Duitsland kunnen we pakken. What would you choose? Wouldn't you like to choose your favorite meal and drink, hot or cold? We offer you more choices of food and drink in all classes. So go ahead, you're sure to find the flight to your taste. Saudi Arabian Airlines, a new world of choices.
Nikon Coolpix. Ja, als speler kom je dan ook in de wedstrijd in een bepaalde roes, waarin je het gevoel krijgt dat je tot alles in staat bent. En dat waren ze gisteren absoluut. En die roes is helemaal nog niet aanwezig geweest. Individuele prachtige paar ballen. Maar die trein die gisteren over Polen heen walste, die is nog niet gezien. Ja, dan zoeken naar Nessian. Prachtig, met de voet verdedigd. Zo zien we het graag. Spektakel bij het damesvolleybal. Nu omgelopen, Beneke. Te moeilijk. Ja, dan moet Ayn Soen doen. En wat doet ze? Hoi, bal buiten. Bal buiten. 17-12. Weer een time-out. Ja, probeer nu maar eens wat te doen. Dan zou ook de coach van Turkije wat moeten doen aan zijn services. Je moet gaan variëren op het moment dat je er niet doorheen komt en je normale spel niet voldoende is. Dan moet je kunnen proberen de druk op de tegenstander te leggen. Heel netjes gezien van die lijnrechter daar. Het zijn nu ook allemaal scheidsrechters, zie ik. Terwijl het in de poolwedstrijden en halffinale allemaal mensen in het wit waren, zijn het nu de internationale scheidsrechters die daar staan te lijnrechteren. Gelukkig. Vandaar dat hij ook uitgegeven werd, denk precies, ik. Precies. Buaga. Ja, direct punt. Weer rechts. Richting Ezra. Ja, nieuw wisselen voor Ezra. Het is niet anders. En dan dat roepen wat we uit Duitsland kennen. Doen altijd punten. En dan klappen ze daar twee keer bij. Bijzonder irritant als je daar tegen speelt. Nou, ik vind het wel weer wat hebben eigenlijk. Voor de hop, hop, hop. Ja, ach, de Duitsers. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Typisch Duits. Ai, ai. Bahar die het zelf wil doen, dat is altijd een slecht teken. Geen vertrouwen in aanvallers. Want wie heeft ze? Neslihan op de 3 meter, die normaal op die pipe bijzonder goed is. Maar ze krijgt hem niet. De passers staan onder druk. Weer ineens, Buaga. Al zo belangrijk geweest in de wedstrijd tegen Rusland. En eigenlijk in welke wedstrijd niet, maar zo beslissend geweest in de wedstrijd tegen Rusland eigenlijk. Moet ik zeggen. En dan nu weer. Ja, het is, je moet echt doorstoten. En dat doet ze. Die is te scherp. Ja, het is het omgekeerde wereldje van gisteren. Gisteren was het Polen die volledig onder druk kwam in de service. En de paas die men in orde kreeg. En nu zijn het de Turkse dames zelf. Die op deze service van Buaga geen schijn van kansen. Oh, Buaga. Maakt 4 ballen achter elkaar. Zeg maar het lachenbekje van het Duitse team. Ja, Neslihan, ja, kan er niks aan doen. Die staat daar. Die moet wachten tot die paas komt. Deze dus. Krijgt ze hem niet. Hard geslagen, uitgeslagen. Oh oh, fout op fout. Het is eigenlijk een kopie wat Polen gisteren deed tegen Turkije. Fout op fout stapelen, rechtstreekse fouten. Terwijl damesvolleybal is de bal in het veld houden. En juist de kans die je het zeker weet, die moet je benutten. Maar de rest is, hou hem in het veld. 13e punt. Maar dit gaan de Duitsers echt niet meer weggeven. Passing is in orde. De Turken houden het risico weg. In ieder geval een heropleving aan de Turkse kant. Weer eens een balletje gescoord. Naar die lange serie. Het zal slechts voorbereiden zijn op set 3. Weer Grün over Bahar.
standaard op links voor. Mocht u ingeschakeld hebben voor het schanspringen, is niet verplaatst naar binnen. Zouden ze het bijna willen vanwege de slechte weersomstandigheden. Nou, ik zag Eddie de Eagle laat springen in, waar was het, die binnendoor, die indoorbaan? Maar dat is lang geleden. De weersomstandigheden in Liberec zijn niet voldoende. En er wordt gewacht op betere tijden. En misschien uiteindelijk straks wel besloten om het helemaal af te lassen. Wij als volleyballiefhebbers genieten daar nu van. We zitten namelijk live bij de finale Europese kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ook Neslian laat nog een keer zien dat ze het nog steeds kan. Maar het is te laat voor deze tweede set. Het is tweede setpoint voor de Duitsers. Bal naar Sylvester. En dan de netfout op rij. En is het gewoon 2 tegen 0 voor de Duitse dames. En dat zegt inderdaad niets. Zeker niet bij de Duitsers. Die hebben alleen nog maar 3-2 bijna gespeeld. Behalve wedstrijd 1. Maar ik vind ze erg sterk op dit moment. En ze houden de Turkse dames fantastisch onder druk. Het is ook wat stiller in de hal nu. Ja, dat is de consequentie van 2-0 voor. Ik heb namelijk de Turkse dames alleen in een flow wel wedstrijden zien winnen. Maar uit het achterstand van 2-0, ik ben benieuwd. Duitsland leidt 2-0 tegen Turkije, finale Olympisch kwalificatietoernooi. Terug voor de derde set in die o zo belangrijke finale. De finale van dit Olympische kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. Waar de winnaar mee naar huis krijgt het ticket voor de Olympische Spelen aankomende zomer in Athene. 8 teams begonnen aan deze strijd in 2 pools van 4. De bovenste 2 teams per pool mochten halve finale spelen. En daar was het met name verrassend dat Turkije de vloer aanveegde met Polen. En om die reden was het in ieder geval dat wij dachten dat ze ook tegen dit sterke Duitsland zeker voor een verrassing konden zorgen. Maar voorlopig ziet het er anders uit. Het is 2 tegen 0 voor Duitsland. Ja, en als we nu kijken naar die aces die allemaal zo binnenvallen, dan moeten we het ergste vrezen voor de Turken. Want ze krijgen het niet voor elkaar. Dit dan nog wel. En je weet het ook niet hoor. Het is een beetje gek, omdat er zoveel publiek achter staat. Maar 2-0 achter in sets. Weer een prachtig aan van Buaga, de uitblinkster momenteel in deze wedstrijd. Radzwajt met de floatsurf. En Natalia die bal moet aanvallen. Maar die, ja, kijk, daar is ze. Heeft heel veel moeite. Han Liwan, absolute tacticus aan Duitse kant.